het naaien van zijde adviseren wij zijdenaaigaren. En wij hebben in de collectie het zijdenaaigaren van Guterman. En achter mij zie je al alle kleurtjes die we hebben in klosjes van 100 meter. Meest populair zijn de 000, de zwart. De 802, ivoor. En de 800, het natuurwitte garen. En op zo'n klosje zit dus 100 meter. Het natuurwitte garen hebben we ook in klosjes van 1000 meter. Dus dan heb je 10 keer zoveel en qua prijs is het ongeveer 4 keer zoveel. En dat is natuurlijk super handig voor als je veel gaat naaien of bijvoorbeeld gaat werken op de lokmachine. Het zijdegaren is geschikt voor zowel het naaien met de machine als met de hand. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dat het eigenlijk net zo makkelijk werkt als naaien met gewoon garen, zoals katoen of polyester garen. We adviseren wel het naaien met het zijdegaren, omdat het een flink aantal voordelen heeft. Bijvoorbeeld dat zijde past zich aan naar de omgevingstemperatuur en dat doet het zijdegaren dan ook. Dus je voorkomt dat een kledingstuk gaat trekken. En dat is bijvoorbeeld ook het geval als het vochtig wordt, zoals bijvoorbeeld in de wasmachine. De zijdenstof heeft van nature de eigenschap om te kunnen uitrekken en weer te kunnen teruggaan naar haar oorspronkelijke vorm. En het zijdegaren beweegt dan mee. En je kunt je voorstellen dat als je het naait met ander garen, zoals polyestergaren of katoengaren, dat die eigenschap niet meekomt. En dat is zonde van jouw kledingstuk. Een ander groot voordeel van het naaien met zijdegaren is dat het zijdegaren ook meeverft op het moment dat je je kledingstuk nog gaat verven. Dus dan zet je het in elkaar in het natuurwit met het zijdegaren. We adviseren dan de kleur 800, dus het natuurwitte garen. En op het moment dat je het verft, verft het zijdegaren ook mee. Dus je ziet hier het natuurwit en het geel. En het geel heeft ook het zijdegaren mee geverfd. En dat maakt natuurlijk dat je kledingstuk gelijk helemaal mooi en af is. Hier zie je ook een voorbeeld in de magnetron waarbij het zijdegaren is meegeverfd. En hier ook een voorbeeld waarbij een kimono jasje in het groen is geverfd en daarna in de machine is gegaan om te verven, dus met het zijdegaren en hoe mooi dat is meegeverfd. En daarom zeggen we ook vaak als je een kledingstuk wat je al gekocht hebt van zijde gaat verven, let op het zijdegaren. Het kan zijn dat het niet met zijdegaren is genaaid, dus dat het garen niet meeverft. En dat zie je vaak wel bij gewoon kledingcollecties van bekende merken. Maar ons advies is dus, als je gaat naaien, gebruik zijdegaren, heeft heel veel voordelen en dan heb je een heel mooi resultaat. Heb je er vragen over? Neem gerust contact met ons op. We helpen je heel graag.